Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe video. Lang geleden van deze serie. Dit is wat als puntje niks had verkocht in FIFA 18. En dit keer zijn we bij Barcelona. Dat was het team met de meeste likes. En ik had helemaal geen zin in Barça. Omdat ik zoiets heb van Barça, groot team, goed team, allemaal goede spelers. Hetgene wat ze verkocht hebben, hebben ze dan waarschijnlijk verkocht omdat het niet meer goed genoeg voor hem was op Neymar. Nou, weet je, je hebt een paar uitschieters die zeker nog wel goed genoeg zijn voor Barça. Maar uiteindelijk ben ik nog best verrast met wat ik allemaal heb gedaan. We gaan zo naar het team kijken. Basis is niet superveel veranderd, moet ik zeggen. Maar de bank, we hebben een hele brede selectie. Allereerst, voordat we het team gaan checken, we zijn Frank Rijkaard. Mooi man. Maar voordat we het team gaan checken, gaan we even kijken wat het bestuur van ons wil nu met dit Barça-team wat niks heeft verkocht. Nou, we gaan gewoon even de verwachtingen checken. Dat is het enige wat me eigenlijk een beetje interesseert. Win de beker, win de competitie. En hoe zit het met internationaal succes? Win de beker, oké. Okay. Dat is alles wat ik wil weten. Die scoutverslagen, we gaan geen transfers doen en zo. Voor degenen die nieuw zijn bij deze serie, we gaan alles simuleren. En jullie mogen achterlaten in de reacties welk team ik in de volgende aflevering moet doen. Die zou dan niet zo lang op zich laten wachten, dat beloof ik. Mocht je team al in de reactie staan en je ziet dat like dat team dan omhoog. Team met de meeste likes wordt volgende aflevering. Zo is het altijd geweest en zo gaan we het altijd doen. Nou gaan we dus Barcelona laten zien. Allereerst, ik heb niet letterlijk alle spelers teruggehaald. Bijvoorbeeld een Halilovic, een Munir en zo. Zulke spelers, ja, ik kon ze wel terughalen, maar het voegt niks toe. Dus ja, niet letterlijk alles heb ik teruggehaald. We gaan gewoon eerst de basis laten zien. Basis heeft eigenlijk gewoon grotendeels spelers die er al zaten. Neymar is natuurlijk wel erbij ingekomen. We hebben MSN terug in de aanval. We hebben Thiago teruggehaald. Die is dan ook toegevoegd in de basis. Voor de rest is de basis eigenlijk alleen maar spelers die er al zaten. Maar de bank is heel interessant. We moesten Iniesta terughalen. Club Legend. Voor degenen die Xavi willen. Chinese competitie zit er niet in. Dat is ook een ding. Aantal spelers kon ik niet terughalen. Omdat ze zakken zijn gaan vullen in Qatar. Ik zei net China. Maar Xavi zit in Qatar. Of ergens anders. Die zijn gewoon hun zakken gaan vullen in de laatste jaren. En dan staan die competities er niet in. Dus die kan ik niet terughalen. Hou daar rekening mee. Voordat mensen me afbranden voor spelers die ik niet terug heb gehaald. Terwijl ze gewoon niet in de game zitten. Want dat is in het verleden ook wel eens gebeurd. En dan heb ik zoiets van, jongens, niet helemaal eerlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Verder kan ik natuurlijk ook spelers vergeten zijn. Ik ben ook maar een mens, ik maak fouten. Maar dit is in ieder geval onze bank, waar het echt om gaat. Ibrahimovic, die is natuurlijk de wisselspits nu. We hebben Fabregas teruggehaald. Iniesta, Coutinho zat er al natuurlijk. Alexis Sanchez is ook terug. Bartra is terug. En Cillessen zat er ook al. Maar hier wordt het ook nog leuk. Touré is back. Bravo hebben we teruggehaald. Bojan voegt eigenlijk ook helemaal niks toe. Pedro heb ik teruggehaald. Sorry, voice crack. Touran, Eto'o voegt ook niks toe. Afellay voegt niks toe. Maar goed, we hebben een hele brede selectie. Dit is in ieder geval het team geworden. Wat vinden jullie van het Barça team? Let me know. En nogmaals, laat alvast weten welk team ik de volgende video moet doen. Denken jullie dat dit Barça team kampioen gaat worden? Laat dan alvast een like achter. Dat zou ik zeer waarderen. Wij gaan nu naar de januari transferperiode simuleren. Dat is ongeveer tot waar ik altijd ga. Dat is ongeveer het midden van het seizoen. Dus dat hou ik altijd aan. En dan gaan we gewoon tot hier simuleren. En dan check ik jullie zo. Oké, daar zijn we dan. We zijn nu in januari. En we zijn bij de laatste 16 in de beker. Tot zover hebben we dat nog overleefd. Valencia wordt de volgende tegenstander daar. Maar we gaan eens even kijken wat de afgelopen resultaten zijn. De afgelopen laatste resultaten. Hier zien we winst, een klein 1-0. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Een winst van 2-0 op Real Madrid. Dat is wel lekker. Het was ook nog een uitwedstrijd. Dus dat is interessant. Goed vooruitzicht tot dusver. Winst 3-0 op Deportivo en een gelijk tegen Villarreal. Dat zijn 4 wedstrijden. Nou, doen we het beste van de 5. Dus een Europees en dat is 4-0 overwinning. Dat ziet er goed uit. Dat ziet er best goed uit qua vooruitzicht hoe we ervoor kunnen staan hier. We hebben een volle mailbox, maar dit gaan we even allemaal legen, allemaal verwijderen. Want dit is allemaal niet nodig. Het is allemaal
onrelevant. Ik kan het eigenlijk ook wel gewoon skippen, maar ik stoor me aan zo'n volle mailbox. Dus ik verwijder het allemaal. Het zijn allemaal bondscoach aanbiedingen en dit is dan een speler die wil spelen. Wij gaan eens kijken hoe we er nou voor staan. Dit is dus de beker, maar dat is niet wat wij wouden zien. Hoe staat het in de competitie? Champions Cup, nou zitten we ook nog in. Oh, kijk die loting. City is next. Damn. Europa League, nou dat doen we niet aan. We staan derde. Dat is een beetje een tegenval. Een flinke tegenvaller eigenlijk. Hoe komt Betis eerste en waarom staat Real Madrid zesde? Verrassende tussenstand hier in de competitie. Atletico Madrid achtste. Valencia 9e, Sevilla 12e, Villarreal 13e. Damn! Spanje is verrassend hier. Dit is heel apart. Dit is niet wat ik had verwacht. Dan gaan we eens even kijken naar spelersresultaten. De topscorers bijvoorbeeld ook. Is ook wel leuk om te zien. Neymar is de topscorer hier in het bekertoernooi. Bij de assist staat Paulinho ertussen. 0 tegen doelpunten staan we wel erin met maar één keer. En dat is Cillessen die dus gekiept heeft daar. Gele en rode kaarten boeit niet zoveel. Champions Cup. Ronaldo is de topscorer. Ik zie ons niet. Ja, daar. Suarez. 3 doelpunten. Oké. Dan hebben we de assists. Staan we hier tussen? Nee, ik kijk gewoon alleen even bij de top. Ik ga niet helemaal scrollen. En wie weet kijk ik er overheen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ik ben even gestoord. Nu zijn we bij 0 tegendoelpunten. Dus even kijken of we hier iemand hebben staan. Dan hebben we Ter Stegen gedeeld. De eerste plek eigenlijk daar bovenaan. Allemaal 3 keer 0 tegendoelpunten daar aan de top. Gele rode kaarten boeit ons niet. Gaan we nu kijken bij de Europa League. Dat boeit ons ook niet. Dit hier boeit ons dus wel. Dit is gewoon de competitie. En... oh, even kijken. We doen het niet heel lekker. Thiago staat er op de 5e plek met 8 doelpunten. Suarez op 13 met 5 doelpunten. Dat moet beter. Assists. Even kijken. Alves op de 5e plek. En Suarez op de 10e plek. Niet heel lekker. Ter Stegen keept wel lekker. Dus dat is dan een mooie meevaller nog enigszins. Maar deze resultaten zijn niet heel best. Laten we daar eerlijk in zijn. Hopelijk kunnen ze zich nog enigszins vooruitgang boeken. Ik praat heel slecht Nederlands nu. Hopelijk kunnen ze vooruitgang boeken in de tweede seizoenshelft. Dat is wel hard nodig. Want dit is een beetje ondermaats voor de selectie die wij hebben staan. Anyway, wij gaan nu simuleren tot het eind. Ik doe gewoon hier tot het eind van de maand. Let's go! Oké, einde van het seizoen is hier. En we gaan even de resultaten checken. Want dat is dan wel weer nodig. Oh, voordat ik dat doe, gaan we eerst... waar maak ik het ding in? Ik was even iets aan het luisteren net. Tijdens het simuleren. Maar we gaan even de laatste resultaten checken. Hier is een gelijkspel. Moet ik vandaag even het nieuwtje checken wie die finale heeft gewonnen. Want dat kan ik niet hier uithalen zo even. Competitieresultaten gelijk. Oh, dat is niet best. Verloren en een winst. Dat zijn de laatste 5 resultaten. En dat is niet heel lekker, moet ik zeggen. We gaan even checken wat dat inhoudt. Oh, maar we zijn wel kampioen. Dat is heel mooi. Dat is dus toch gelukt. Uiteindelijk heeft de hele competitie hier een swing gemaakt. Real is naar de 2e plek gesprongen. Villarreal 6e geworden. 5e plek voor Atletico. Betis heeft een goed seizoen achter de rug, vind ik dan. Top 3 kunnen ze niet om klagen. En we gaan nou even de andere dingen checken, zoals topscorers en dat soort dingetjes. Thiago zie ik allemaal hoog geklommen naar 3e plek, 18 keer gescoord. Dembele 14 keer. Hebben we nog meer hierin staan, dan gaan we wel even scrollen. Nee, dat niet. Dan hebben we hier de assists. Falcao. Oké. Dat had ik niet verwacht. Thiago daar op de 2e plek. Eigenlijk gedeelde 1e plek met Januzaj en Falcao daar. 8 assists voor de mensen. Ronaldo die staat op de 4e plek met 7. Hebben we verder nog mensen erin? Ja, Dembele zie ik weer. 6 assists. En... oh, onderaan. Roberto. 4 assists. 0 tegen doelpunten. Ter Stegen op de 5e plek. 11 keer de 0 gehouden. Een beetje gedeelde 2e plek. Kan dat ook wel zien. En de rest boeit niet.
Dan gaan we naar de andere dingetjes kijken. Champions League. Oh, hoe we er daarvoor staan. Topscorer. Staan we erbij? Staan we erbij? Neymar. Op de 14e plek. Dat is een beetje tegenvallend. Ik hoop wel op iets hogers. Maar 4 doelpunten voor Neymar. 14e plek heeft dat opgeleverd. Assists. Zitten we daar wat hoger? 9e plek. Thiago met 3 assists. Vind ik ook niet heel geweldig. 0 tegendoelpunten. Staan we op een 4e plek. Ter Stegen. 4 keer de 0 gehouden. En dat is nog best netjes als je kijkt naar de rest. Gedeelde 2e plek is dat ongeveer. En de gele en rode kaarten. Boeit niet. Nou ben ik wel benieuwd. Wie die... Hoe heet dat? Wie de... ik kom er niet eens uit, man. Wie de Champions League gewonnen heeft. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dat gaan we toch even opzoeken. Real Madrid heeft die beker gewonnen. Dat weten we nu ook. En deze beker hebben wij gewonnen. Nou, beide een beker. Hoe eerlijk wil je het hebben? Champions League zijn we eruit geknikkerd door Real. Dat is wel een dompertje. Een dompertje. En dat was het dan voor de video. Eigenlijk, we hebben alle resultaten gezien. Vond je dit leuk? Laat dan een like achter en delen. Dat kan mij enorm helpen. En laat het team achter volgende video. Het team met de meeste likes wordt de volgende video. Ik bedank jullie voor het kijken en voor al jullie support. Tot de volgende keer. Laters.